Andromeda van. Welkom bij de Haarmodelijn van 2020. Wegens de coronamaatregelen moet het even anders, want we hadden eigenlijk een grote show, maar nu maken we ons eigen feestje ervan. Cheers! We hebben even gewacht tot we toch weer het sein hadden gekregen dat wij weer met een aantal mensen verspreid 1,5 meter in het lokaal de modelijn mogen projecteren. We zouden in eerste instantie het gewoon via Teams doen, via het internet. Dus ik denk dat dit wel een goede oplossing is voor deze keer de Haarmodelijn. Dit is het einde van de opleiding, dus hier werk je het hele jaar naartoe. We hebben nu al denk ik 6-7 weken via Teams les gehad. En vooral de laatste weken hebben we veel met dit bezig eigenlijk. En nu zagen we elkaar als klas weer allemaal. Dat is wel heel erg fijn, ja. Ik hoop echt wel voor de volgende klasse volgend jaar dat ze ook echt de show mogen geven die wij als klas hadden georganiseerd. En dat ze het op hun eigen manier ook kunnen doen. En ook de biologische make-up en zo. Dus dat je echt het hele volledige model een beetje in de duurzame sfeer was. Wij zijn nu al bijna denk ik een jaar bezig met de groene salon hier op school. En dat is, de groene salon is alles groen en duurzaam. Dat is iets, door dit jaar heen ga je er steeds meer in verdiepen en steeds meer kijken wat is nou eigenlijk. Uiteindelijk moest je eigen haarmodelijn ontwikkelen en toen dacht ik, dan doe ik dat er ook in. Dat wil ik echt heel veel laten terugkomen. Beetje de combinatie tussen landelijk en industrieel. Nou, ik wou iets anders dan anders. Ik hou altijd wel van dat extra. En dit is toch wel extra. Eigenlijk al het haar heb ik gewoon omheen gebouwd. Het was wel mijn intentie om met felle kleuren te werken. Maar om daar nog een model bij te vinden, dat werd wat lastiger. Dus qua dit model was ik wel blij dat het voor een pop was. Ik wil graag één model hebben wat er echt uitspringt. Mijn moeder die heeft thuis een kapsalon en daar ga ik hem neerzetten. En dan kunnen klanten die mooi bekijken. Alles wat vastgezet en een bandana erbij ingevlochten. Zelf wat ik het thema vind is retro. Dus ik heb alle poppen in de stijl gedaan als vroeger, zeg maar. En opgezet met een presentatie op scherm. En alles wat erbij komt kijken. Collages, posters, promotiemateriaal. Hadden we zoiets van, zullen we nog wachten dat ze wel op modellen mogen? Maar dan werd het allemaal veel te kort dag. Dan wordt het helemaal stress voor de dames. En dat willen we ook niet. We willen wel dat ze een mooi eindresultaat neerzetten. En dat ze daar zich prettig bij voelen. Ja, het is nog wel een feestje ondanks alle omstandigheden. Het is wel heel gezellig. Het is ook heel leuk dat iedereen is aan te kijken, maar het is heel leuk. Bedankt voor de aandacht. En ik vond het al heel leuk om te doen.